Hartelijk welkom. Mijn naam is Roosje Kuisga en dit is het RTVA-journaal van dinsdag 28 januari. We beginnen vandaag met de bloedbank in Amstelveen. Het is een tijd lang niet mogelijk geweest in Amstelveen bloed te doneren aan de bloedbank Sanquin. Wethouder Herbert Raad denkt dat het binnenkort wel weer kan als er plek is gevonden voor de trailer. Dat zegt hij in reactie op de vragen aan het college van burgemeesters en wethouders van zijn VVD-partijgenoot Inza Gast. Ze verbaast zich erover dat Sanquin niet meer in Amstelveen bloed inzamelt en dat donoren naar Uithoorn moeten om bloed te geven. In het Amstelveens Nieuwsblad stonden twee artikelen van twee mensen die daarover hadden geklaagd. Die hadden dus een brief ontvangen. Zij zijn trouwe donoren, 20, 23 jaar al donor. En ze kregen eigenlijk de mededeling dat ze vanaf nu bloed konden laten afnemen in Uithoorn. En dat was het eigenlijk. En dat kon dan nog 10 keer per jaar. In Amstelveen vonden ze het te moeilijk om een goede locatie te vinden. Dus ze zijn heel hard op zoek gegaan, staat in de brief. En vervolgens konden ze geen locatie vinden waar hun mobiele afnameunit, dus hun trailer, eigenlijk zou kunnen staan. Nou, en daar was ik erg verbaasd over, want ik had zoiets van, nou, dat lijkt me toch heel raar dat de gemeente daar niet aan zou willen meewerken om een goede locatie te vinden. Nou, wat wij vandaag ook al nagevraagd hebben, ook hier intern, van weet iemand daar nu van? Nou, tot op heden niet. Het kan ook een soort misverstand zijn, we zoeken het uit. Want wij konden het ons allemaal niet voorstellen op deze manier. Mevrouw Gast ook niet, ze krijgt natuurlijk gewoon antwoord op de vragen. Goede vragen, belangrijke vragen. Dus wij gaan onze mensen gaan ook contact opnemen met die organisatie van wat is er nou aan de hand en hoe komt dit nou precies. Want bij ons, veel verbazing. Nou, volgens mij zijn er voldoende plekken en dan regelen we toch ook gewoon wat. Ik bedoel, iedereen wil dit, dus wat dat betreft, ik kan me niet voorstellen dat het niet te regelen valt. En als dat wel het geval is, nou, dan hoort hij het vanzelf van ons. Maar volgens mij moet dit gewoon opgelost worden. Afgelopen weekend is een Amstelveense pokerspeler tweede geworden in een pokertoernooi in Holland Casino Utrecht. Hij had in de laatste hand koning 6, verloor en kwam daarmee op de tweede plek. Als hij eerste was geworden, was hij met een geldbedrag van boven de 11.000 euro naar huis gegaan. Nu moet hij het doen met een iets wat kleinere winst. De gemeente is al een aantal jaar bezig met inbraakpreventie. Het CDA wil dat bewoners hierover persoonlijk advies kunnen krijgen. Wat kan ik het best in mijn woning doen? Het geld voor deze adviezen moet worden betaald uit het bestaande budget voor inbraakpreventie. CDA, pak woninginbraak aan met persoonlijk inbraakadvies. Wat bedoelt u hiermee? We hebben een motie aangenomen bij de begroting november 2013 om 100.000 euro uit te trekken. Onder andere voor adviezen, maar ook voor inbraakmaatregelen, zoals anti-inbraakstrips enzovoorts. Nou is het zo dat om te weten wat je moet doen aan de woning, zou je toch eerst een advies moeten hebben. En dat willen wij eigenlijk dat het college dat zo snel mogelijk in gang zet. Zodat mensen weten wat ze moeten doen aan de woning en daar gewoon het advies gratis is van de gemeente. En dan daarna, als het advies er is, kan gekeken worden of een gedeeltelijke subsidie gegeven kan worden om de maatregelen uit te voeren. Maar op een gegeven moment willen we gewoon dat eigenlijk alle woningen een woonkeur hebben. Woningen met een woonkeur en ook uitgevoerde maatregelen hebben 50% minder kans op een inbraak. En de laatste 4 jaar zijn 5% van de Amstelveense woningen getroffen door inbraak. En dat is natuurlijk heel wat. Vaak worden persoonlijke dingen meegenomen en daar moet gewoon een eind aan komen. Dus we weten gewoon uit ervaring van raampjes die openstaan, aluminium deuren die je heel gemakkelijk uit elkaar kan drukken en binnenkomen. Gebeurt allemaal en wij willen gewoon dat daar een einde aan komt en daar wordt ingebroken. Bij mij in de straat is in 3 woningen ingebroken de laatste paar jaar. 2 woningen door dezelfde en die hebben ze ook te pakken gekregen, de politie. Dus de politie doet echt wel zijn best, maar de burgers zelf zullen ook mee moeten werken eraan. Doe er wat aan, mensen. Doe ook aangifte, want als er in een wijk veel ingebroken wordt, dan kan de politie er wat aan doen en dan wordt die ook echt gepakt. Burgemeester Fred de Graaf las gisteren een boek voor aan de kinderen van kinderdagopvang Kinderrijk aan de Aalberslaan. Deze voorleesmiddag stond in het teken van de Koningsdag. De burgemeester las de kinderen voor over prinsen en prinsessen. Daarnaast mochten de kinderen zich verkleden als prins of prinses. Ik wil een olifant. Olifant? Ja. Een olifant, gilde de koningin. Onvermoede talenten voorlezen. Oh, nou, dank je voor het compliment. Ja, nee, dat is.
Ja, ik heb er vaker voor gelezen natuurlijk. Twee dochters en dat waren echte boekenverslinders. En dat hield niet op. Dan moest je op een gegeven moment zeggen, nou is het afgelopen, maar nou heb ik er genoeg van. Nee, leuk. Heb jij een olifant? Ja, maar een knuffelolifant, of niet? Maar een olifant die een poepje moet doen, dat heet niet een poepje, dat heet een poep. Die kinderen willen een mooi verhaal horen en dat hebben ze hoop ik gehoord, hè? Ja, een omgekeerde wereld, zeg maar. Een veeleisende prinses die zelf als geschenk wordt meegenomen door de olifant. Prachtig. Toen kwam er een olifant met een hele grote snuit en die blies. Het verhaaltje. Als u nog kapotte spullen heeft liggen, kunt u deze aanstaande zaterdag 1 februari in ontmoetingscentrum De Meent Orion 3 laten maken. Een groep van 11 vrijwilligers van Repair Café Amstelveen zullen hier proberen het probleem voor u op te lossen. Een kapotte printer, een cd-speler die het niet meer doet of een broek die moet worden ingekort. Zaterdagmiddag van 11 tot 2 zullen de vrijwilligers het proberen te maken. Zij vragen geen geld, maar als u tevreden bent is een fooi altijd welkom. Per 1 januari zijn Roemenen en Bulgaren officieel welkom op de Nederlandse arbeidsmarkt. Toch blijkt uit een peiling van Maurice de Hond dat 8 op de 10 Nederlanders de grens voor de Zuidoost-Europeanen liever dicht houdt. Europees eenwording, Bulgaren en Roemenen deze kant op. Wat is uw mening hierover? We moeten opletten en het goed reguleren, zodat het voor die Bulgaren en Roemenen ook goed te doen is. Ze moeten huisvesting hebben, goede arbeidsvoorwaarden. Als ze plekken innemen die niet door andere, door Nederlanders worden ingenomen, is het natuurlijk prima als ze komen. Op zich prima. Als ze maar niet andere banen nemen. Ja, Europa is al veel te groot. Het zou dus kleiner moeten worden naar de oorspronkelijke Europese Unie van een stuk of 6. Dat was meer dan genoeg. Op zich geen probleem, mits we het allemaal aankunnen. Wat vindt u van de verhalen van misschien criminelen, dat ze banen weg gaan pikken misschien? Ja, een beetje polariserend. Ja, laat ze maar komen. Ik geloof er niet in dat het allemaal criminelen zijn. Ja, daar heeft de politie een taak, denk ik. En je moet zorgen dat er ook politieagenten zijn die Roemeens spreken en die Bulgaars spreken. Het college van burgemeesters en wethouders hebben het verzoek aan de gemeenteraad om €370.000 te reserveren voor het inhuren van externe deskundigen ingetrokken. De deskundigen zijn nodig voor de zorgtaken die van Den Haag overgeheveld worden naar de gemeente. Veel partijen hadden bezwaar tegen de algemene reservering gemaakt. Het college van burgemeesters en wethouders zullen in de volgende raadsperiode aangeven hoe het geld het best besteed kan worden. Er wordt daarnaast onderzocht of ambtenaren die vanwege de crisis zonder werk zitten omgeschoold kunnen worden naar de zorg. Die aanvraag voor €370.000 die is nu van de baan. Ja, die trekken we in. Zeggen van nou oké, dat doen we dan ook niet. Je moet ook niet lopen doordrammen richting een gemeenteraad. En ik nogmaals vind hun zorgen, ja, die zijn gewoon terecht. Je moet ook heel zorgvuldig zijn met die centen. Ja. We hebben wel gezegd van elke euro die eruit gaat, die wordt vooraf besproken hier. Mm-hmm. Dus we hadden al een heel aantal waarborgen daaromheen gezet. Ja. Maar goed, het is zoals het is. Dus ambtenaren die nu op de afdeling woningbouw zitten, die moeten zich dan omscholen naar zorgtaken. Als er omscholing nodig is, moeten ze dat doen. Maar die mensen zijn nodig omdat de wethouder denkt dat als die decentralisatietaken van het Rijk naar de gemeente toe komen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat er de normale taken niet meer uitgevoerd zouden kunnen worden. Dus het is een hele hoop als. Dus ik moet het allemaal maar eens zien. Nou, ik zou zeggen, probeer het eerst intern op te lossen en dan zullen we wel zien hoe ver we komen. Maar je kunt toch niet zomaar mensen van de ene op de andere afdeling zetten, want dat vergt toch deskundigheid? Ja, en daarvoor heb je omscholing nodig en we hebben een ambtelijk apparaat nodig dat multi-inzetbaar is, vinden wij. En als wij zeggen tegen die ambtenaren van ja, als jullie loyaal zijn aan de ambtelijke organisatie, dan kun je je baan houden. Dan mogen we ook iets van die ambtenaren verwachten dat ze zich eigen om willen scholen. En dan kunnen we dat met een dichte portemonnee kunnen we dat regelen. Maar iemand die in de bouw zit, dat is toch een hele andere state of mind dan, vergeven de uitdrukking, dan de zorg. Ja, dat is ook zo. En daarvoor is het ook niet zo makkelijk. En, want vanuit papier denk je van oké, ik heb daar 20 man zitten en dan zet ik die daar neer. Ja, dat werkt zo niet. En als je dat wel zo gaat doen, dan krijg je natuurlijk de grootste ongelukken. Dus dat willen we ook niet. Hoeveel geld geeft de gemeente eigenlijk uit aan externe deskundigen zo jaarlijks? Ja, dus, het was altijd volgens mij in mijn hoofd, toen we begonnen, iets van 9 miljoen, 9-10 miljoen. En dat zit nu rond de 5 à 6.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zal RTV Amstelveen regelmatig duo-debatten uitzenden tussen de lijsttrekkers van politieke partijen. Vandaag het eerste debat en wel over duurzaamheid tussen Sander Mager, wethouderskandidaat van GroenLinks, en Jan-Willem Groot, lijsttrekker van het CDA. In de media lagen de partijen hierover de afgelopen week al flink in de clinch. Wat is uw standpunt met betrekking tot de duurzaamheid van Amstelveen? Nou, voor GroenLinks is het heel duidelijk, Amstelveen kan en moet veel duurzamer. En dat is ook gebleken uit de duurzaamheidsindex. En wij denken dus ook echt dat er goede kansen liggen om de volgende periode daar heel veel meer werk van te maken en een sprong te maken wat dat betreft. Wat is uw reactie daarop? Nou, volgens mij doen we het heel goed in Amstelveen qua duurzaamheid. Dat hebben we ook kunnen laten zien in de duurzaamheidsindex. Dan scoren we vrij goed als je kijkt naar het gemiddelde van de Nederlandse gemeenten. Maar ik ben het er wel mee eens, het moet beter, het kan ook beter. Amstelveen, maar ook de hele wereld, moet in feite duurzamer worden. Voor onze veiligheid, voor de gezondheid en ook voor de brandstoffen die we nog hebben. Nou, ik vind natuurlijk zijn er dingen die goed gaan in Amstelveen. Het is echt niet zo dat het hier pure armoede is. Maar nogmaals, het kan veel beter. Ik denk, wethouder Grote had 4 jaar geleden al in het verkiezingsprogramma van het CDA staan dat er een lokaal energiebedrijf zou moeten komen. Precies zo'n voorbeeld waarmee je kan laten zien van hoe je wel in een gemeente, ook in een bebouwde omgeving, gewoon heel veel duurzame energie kan produceren. We zijn 4 jaar verder, het is er nog niet. Het staat weer in het verkiezingsprogramma. Ja, ik denk van zulke dingen, laten we er nou een keer doen. Niet meer uitstellen, gewoon werk van maken. Nou, wat wij gedaan hebben is gekeken naar de mogelijkheden en de risico's die je loopt met een lokaal energiebedrijf. Ik sluit nog steeds uit dat het er wel van gaat komen. Maar anders dan GroenLinks werken wij gewoon ook meteen aan activiteiten. Niet alleen plannen maken en letters op papier. Nee, we hebben meteen een groepsaankoop voor zonnepanelen georganiseerd. En daarmee zien we dus dat de prijs van zonnepanelen omlaag gaat. Daarmee zien we ook dat bedrijven die installeren veel kansen krijgen om dat dus op te pakken en daar dus omzet mee te genereren. En daarmee hebben we een behoorlijke slag geslagen om Amstelveen en duurzamer te maken en een innovatief qua samenwerking met de buurgemeenten en met de bedrijven en de burgers. Nou, laten we vooral vinden dat we allebei duurzaamheid belangrijk vinden. Ik heb het idee dat wij daar veel meer power achter zetten dan de wethouder. De wethouder zegt dat nu in verkiezingstijd. Wij ook als we gewoon 4 jaar aan het regeren zijn of aan het meebesturen zijn. Maar ik denk dat dat kan. En als het CDA en GroenLinks daarin samen optrekken, alleen maar goed. Ik denk dat eigenlijk het CDA wel wat GroenLinks in de coalitie kan gebruiken. Maar volgens mij hebben wij veel ambities, ongeveer vergelijkbare ambities. De weg ernaartoe is soms wat verschillend, maar dan kun je elkaar ook scherp houden. Wij strijden beide voor een duurzaam en gezond Amstelveen. Dat kan best, maar dan moet je goede keuzes maken, moet je bereid zijn om elkaar ook daarin te steunen. Okay. En wellicht dat er een heel mooi plan uitkomt. Maar nu kan dat ook, dat prima. Alette Kouwerhoven en Arjen Slacht hebben samen een boek geschreven over de schoonheid van de Amstelveense heemparken. In het boek, genaamd Dwalen door betoverend heemgroen, noemen de schrijvers de heemparken eilanden van nostalgie, waarin mensen veel planten uit hun jeugd in de mooiste composities kunnen tegenkomen. Het boek beschrijft een wandeling door de Amstelveense heemparken De Braak, het Dr. Koos Landweerpark en het Dr. Jacques P. Thijssenpark. Een heempark is een park aangelegd met inheemse planten. Dus planten die van oorsprong in Nederland voorkomen. En die hebben we hier samengebracht. Nou is in een... Kijk, we zitten hier op het veen. Hè, en op het veen zou je eigenlijk planten verwachten die echt alleen maar op het veen groeien. Nou is dit park een nationaal monument geworden, hè, 2,5 jaar geleden. En dat is speciaal gebeurd omdat we hier eigenlijk iets heel bijzonders doen. Want wat doen wij hier? Wij hebben hier planten staan en planten groeien die dus ook niet op het veen groeien. Dus het leuke is, we hebben hier dus een composities van kleuren en planten die je eigenlijk in heel Nederland niet ziet. Want we hebben hier planten van het veen, die staan naast planten uit de klei, of planten uit de lus, of planten uit de duinen, uit het zand. En die staan mooi gecomposeerd naast elkaar. Dus je krijgt hier kleurcombinaties en plantgroepen die eigenlijk van Nederland niet inheems zouden zijn, als groep, maar wel als plant. Dus wij zijn hier eigenlijk aan het spelen met kleur en structuur. En dat is eigenlijk heel anders dan elk ander heempark in Nederland. Oudere boekjes zijn eigenlijk een beetje... Ja, een beetje oudbollig. Hè? Het is eigenlijk alleen maar een boekje over plantjes. Van dat is dat plantje. Hij ziet er zo uit. Nou, wij wilden eigenlijk een nieuw boekje. Met wat meer gevoel en wat meer sjeu erin. En ook een beetje de werkwijze. Hoe werken wij nou hier? Wij werken anders dan andere plantsoenendiensten. Wij werken anders dan hoveniers. Wij doen alles ouderwets met de hand. Want we hebben hier heemparken. Puur op veen. En op dat veen kan je niet met zwaar materialen aan de gang.
Dus je moet alles met de hand doen. Dus wij werken hier nog met handkarren. En wij werken, zagen nog heel veel dingen met de hand. We hebben heel veel handschepwerk en zo. Dus wij kunnen niks met machines doen. Dus wij doen alles met de hand. En dat staat eigenlijk allemaal ook heel leuk in dit nieuwe boekje beschreven. Terwijl het in het vorige boekje, ja, dat plantje staat daar en dat plantje staat daar. Ja, ja, dit is wat voor het grotere publiek. Daarom is dit boekje uitgekomen. En dan nu het weer. Vandaag lag de temperatuur rond de 6 graden. Vanavond wordt het zwaar bewolkt. Morgen in de middag breekt de zon door en het wordt 8 graden. Dit was het journaal van dinsdag 28 januari. We wensen u een hele fijne avond en hopelijk tot morgenavond 7 uur.